Advocaat van de nabestaanden, Hugo Esset, meent dat de gratie waarop Daisy Bouterse, hoofdverdachte in de decembermoordenzaak, kans maakt, uiteindelijk niet verleend zal worden. De jurist sprak journalisten gisteren over de spraakmakende zaak nadat Bouterse is veroordeeld tot 20 jaar cel. Volgens de advocaat dat het Hof van Justitie vanwege de leeftijd van Bouterse heeft afgezien van een levenslange straf. Hij denkt niet dat het instituut een positief advies voor gratie zal geven. Iedereen mag gratie aanvragen, ja. Maar ik denk niet dat enige verandering gaat brengen. Laat me het anders zeggen, ik ga ervan uit dat die gratie niet verleend zal worden. Als u naar het Hof vandaag geluisterd heeft, het Hof heeft niet alleen de vonnissen bevestigd. Het Hof heeft de gronden waarop die vonnissen gewezen zijn aangevuld. En het is niet maals wat het Hof heeft aangegeven als aanvullende gronden. Met name de ellende die deze moordenaars hebben aangericht. Ellende voor de families, voor de slachtoffers, van de slachtoffers. Ellende voor de samenleving. In feite heeft het Hof overwogen dat Bouterse in ieder geval levenslang zou moeten krijgen. Maar gezien zijn leeftijd, zegt het Hof, houden ze het op 20 jaar. Nou, dan denk ik niet dat dit Hof een positief advies gaat geven voor een gratie. Esset herinnerde journalisten eraan dat president Chandrika Prasad-Santokhi eerder al heeft gezegd dat hij het advies van het Hof zal opvolgen. Het verzoek van gratie moet dus naar de president. En nogmaals, het Hof was overduidelijk. Dus ook die weg is een doodlopende. Gratie is in feite een beslissing waardoor je een opgelegde gevangenisstraf niet hoeft uit te zitten. Ja, het had allemaal sneller gemoeten. Maar uiteindelijk ben ik met het eindresultaat natuurlijk tevreden. Esset verduidelijkt dat Vrouwen Justitia weer recht overeind staat met het vonnis in de decembermoordenzaak. Mensen die voor en tegen de uitspraak zijn, moeten zich houden aan wet en recht.